Hallo lieve mensen, het is vandaag feest. Het is... Oh, ik heb die sticker daar. Ik was even... Wat heb ik hier op mijn voorhoofd? Maar Darcy heeft daar een sticker geplakt. Het is vandaag feest. Kijk, de slingers hangen er. Hun overgrootomie is er. Hun omi is er. Hun opa is er ook, maar die is bezig met het bad. En Darcy is jarig vandaag, mensen. Dus feliciteer haar allemaal eventjes hier beneden. Dat vindt ze leuk. En wat nog meer? We hebben een rustig dagje vandaag, hè? Popi, die ligt hier lekker naast me te slapen. De beepjes die zijn echt moe en daardoor een beetje grumpy. Kijk die balletjes. Ik vind het zo schattig dat baby's ook balletjes kunnen krijgen. Ze moe zijn. Bij mij ook. Twee balletjes. Vier balletjes in één beeld. Oh, en ik heb nog steeds een hartje sticker op mijn voorhoofd. Ook mooi. Zo heb ik ook gewoon mijn oma weggebracht naar haar. Oh, echt? Ja. Ik heb het niet afgedaan. Cute. We vertelden al dat de badkamer werd gedaan. Eventjes een update over hoe het er nu uitziet. Het bad staat in de badkamer. Morgen gaat hij geïnstalleerd worden. En het plateau dingetje wat ervoor moet komen te staan staat hier. En dan morgen komt hij zo daar te staan. En dan is onze badkamer nog maar heel klein. Maar dat maakt niet uit. Ik heb net even een half uurtje met Wianda geskypt, maar nu is het toch echt tijd om mijn verjaardagstaart te maken. Tegen de tijd dat mijn verjaardagstaart af is, ben ik waarschijnlijk niet meer jarig. Maar daar gaan we even doorheen kijken. Ik ben hier bezig. Ik ga jullie even ergens opzetten. Waarschijnlijk op dit pak muesli. We gaan de double chocolate verjaardagstaart maken. Oh nee. Ik moet hierin. Ik ben hier gewoon niet goed in. In dit soort rare dingetjes. Kijk, als je een verjaardagstaart wil, dan wil je toch wel minimaal een taart die zo groot is als je hoofd. Deze is... Oh. Ja, wel redelijk groot als mijn hoofd. Mijn hoofd is ook niet zo groot. Dat scheelt. Verbindingstuk verwijderen. Dit mag Thomas straks doen. Ik ga wel gewoon een beslag maken. Daar ben ik beter in. Oh my god. Kijk dit. Echt twee verschillende eierdooiers gewoon. De een is super geel en de ander super oranje. Oké, wat moet er nog meer doorheen? Boter, water en 200 ml slagroom. Oké, slagroom. En door die slagroom moet je eigenlijk door elk cakebeslag gooien. Dan wordt het super luchtig. Altijd als ik dit soort pakjes maak, dan voel ik me gewoon weer een klein kindje. Helemaal happy met mijn zelfgemaakte cake. Niet echt zelfgemaakt natuurlijk, want eigenlijk hoef je niks meer te doen behalve alles bij elkaar gooien en mixen. Vroeger maakte ik met mijn oma wel echt oprecht zelf taarten en zo en cake van uit oma's kookboek. Dat was wel echt heel erg leuk altijd. Vanaf het begin af aan. Zeg maar vanaf de bloem de suiker bij elkaar mengen. En dan... Ik ga dit ondertussen een beetje klaarmaken. En ik ga jullie zo lekker beslag laten zien. Wie doet dit elke tijd? Deze dingen aflikken. Oh, ik vind dat zo lekker. Echt. Dat is gewoon een stukje jeugdsentiment wat ik nog steeds doe. Heel slecht, maar wel lekker. Hoe kan dit ooit goed gaan? Hij valt continu half uit elkaar. Ja, ik weet het niet hoor. Zorg dan, ja, zeg dan gewoon dat je een bakvorm in huis moet hebben, want dit slaat nergens op. Oké, nou, hij zit redelijk. Ik durf hem bijna niet meer aan te raken, maar hij moet nog de oven in. En dan als laatste natuurlijk deze aflikken. Oké, ik ben erachter gekomen dat ik iets heel erg stoms heb gedaan. Namelijk deze topping mix. Die moest geroerd worden met slagroom en niet de cake mix. Ik heb de volledige slagroom gewoon tot twee keer toe, want ik heb twee cakes gemaakt, erin gegooid. En nu kan ik dus niks meer met die topping. Dus ja, daar hebben we niks meer aan. Er slagroom in spuit dus. Maar ja. Oh ja, nee. Nee, maar ik dacht... Wat dacht jij? Oh, waar is alle chocola in? Onder de lu. Achter de lu. Ik ga mijn eigen chocola maken. Ik heb natuurlijk gewoon chocola. Ja. Dus ik maak gewoon, ik ga gewoon chocola smelten en dat gooi ik er overheen. Lekker aardbeidjes ertussen, slagroom ertussen. En dan is het klaar.
Ik zei toch jongens dat die verpakkingen niet werkten. Kijk nou wat er gebeurt. Je kan het echt niet chillen. Nee, nee, kijk wat ik nou bang voor heb. Ik weet het. Het is al gebeurd. Oh nee, wat moeten we nou? Nee, nee, nee. Oh, halve taart is weggegooid jongens. Nou, dat is wel sad world. Echt sad world. Nee! Oh my god. Oh, maar fouten dan fout kan het niet gaan. Holland's Got Talent staat aan op de achtergrond, dus let daar niet op. Maar dit is de cake en we hebben hem door midden gesneden. We gaan er nu een taart van maken. Hoezo, wil je geen blaadje? Nee. In de laatste vier noten, daar deed jij iets, zou wij zeggen Arabisch. Ik ben toevallig ook Arabisch. Oh, maar dat is wel zoiets eigens. En jullie met z'n tweeën. En wat ga je daar nog meer doen, Nutella? Oh ja, ik zou Nutella doen. Je, kun je het beste eerst Nutella doen en daar een aardbei erop leggen, ja, toch? Ja, waar is de Nutella? In de kast. Oh nee. Oh pief. Oh my god. Ja, nee, dat is jouw schuld, hè? Nee. Dat nee, 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 nee. Nee, dat was jouw schuld, pief. Dat was jouw schuld. Jawel, want je stak het mes erin en je haalde het er ineens uit. Je zei, dit gaat niet werken. En nu is het hier gescheurd. Nee, omdat hij scheurde, zei ik, dit gaat niet werken. Ik nou, zou toch... Je kan het wel weer... Ik helemaal niet heb gedaan. Ja, dit kan je wel met Nutella weer een beetje fixen. Ja, ik ga het lijmen. Omdat het jouw schuld is, moet ik het fixen. Oké, jongens, de taart is af. Het is toch nog wel wat geworden, vind ik. Ik ben er wel blij mee. Ik denk dat hij heel erg lekker wordt. We gaan hem zo lekker opeten. Oké, jongens, het is tijd om te gaan slapen. Ik ga mijn lenzen uitdoen en we zien jullie gewoon morgen weer met een nieuwe vlog. Ik hoop dat jullie het weer leuk vonden. Vergeet vooral niet te abonneren. Ons te volgen op Instagram. De linkjes staan allemaal in de beschrijving. Ga nu over naar het eindscherm. Kijk door tegen de andere video's van ons. Je kunt abonneren als je dat niet gedaan hebt. Dus doe dat. Zien jullie morgen. 6 uur. Bye. Doei doei. Zo, het is weer tijd voor Snap of the Day. Dus hier komt de Snap. Waar komt je leuke babybedje vandaan? En dat is best wel een leuke, interessante vraag. Want waar komt ons babybedje vandaan? Ja, het is een speciaal verhaal. Hij komt van Special Pink. Daarom speciaal, special. Specialpink.nl, die heeft hij voor ons gemaakt. Je hebt allerlei meubeltjes die je gewoon op maat kan laten maken. Ze hebben een aantal standaard dingen waar je uit kan kiezen. Ze hebben, tenminste, een hele website staat vol met standaard modellen die je zelf kan aanpassen. En je kan volgens mij ook zelf tekeningen insturen. Maar dat, daar moet je me niet op vastbinden, dan weet ik niet 100% zeker. Ja, volgens mij was dat ook, maar ik weet het ook inderdaad niet 100% zeker. Maar in ieder geval, Special Pink, daar komt ons bedje vandaan. Ja, krijg je geen geld hiervoor om het te zeggen. We vinden gewoon de meubels heel erg tof. En nou, ja, het is ook gewoon antwoord op je vraag. Doei!